Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik voor het eerst dit product uittesten. Dit is de straightening brush van Primark en deze was 18 euro. Dus ik ben benieuwd of dat het zijn 18 euro waard was. Ik heb mijn haar al in een knotje gedaan, waardoor dat hij een beetje verdeelt. Ik moet wel een kleine opmerking geven voor ik aan deze video begin. Ik heb veel haar. Dik haar. En ik zet een soort natuurlijke mini krul in. Mini krul. En het is nogal ontploffend haar. Voor sommige mensen zou dit al hun haar kunnen zijn. Maar ik heb er nog meer. Ik ga eerst deze doos openmaken. Met een schaar, of ik die bent. Ik moet nog iets vertellen. Mijn haar is niet in de beste haar. Conditie op dit moment. Ik ben namelijk gaan zwemmen deze morgen. Oké, het is gelijk. Wacht, staat hier nog iets van achter op. Stijlborstel met LED display. Met aan- en uitschakelaar met PTC verwarmer. LED display met temperatuurniveau. Warmteborstel met mousserende koppen. Dat klinkt goed. Digitale temperatuurcontrole van 80 tot 230. Met een snoer dat 360 graden kan draaien. Schakelt automatisch uit na 60 minuten. En warmteborstel met keramische coating. Dat klinkt volgens mij super goed. Niet dat ik heel erg veel weet over stijltangen en stijlborstels. Maar dat klinkt wel goed. Een temperatuurmeting en een draaikoord. Zo, dit is het zakje als je het uit de rood haalt. Dit is de immense borstel. Ik ben even groot als mijn hand. Hier is het LED display, hier is de aanknop, hier is de plus min. Ik denk dat je dat dan kan gebruiken om de temperatuur te regelen. Hier staat er iets. The surface becomes hot when product is in use. Dit stuk, dus we gaan dat eerst verwijderen, anders heb ik dat sowieso vergeten. Dus ik ga hiermee moeten opletten. Dat ik het dan hier enkel vasthoud. Deze draad lijkt mij ook lang genoeg. Ja, ik denk dat ik die wel tot aan mijn stopcontact krijg. Hopelijk. Ik hoop dat dat ook wel geen probleem is, want als ik mijn haarborstel zet, nog altijd wel wat haartjes in de borstel. Dit is een instruction guide. Even kijken of er iets interessants op staat. Niet in bad gebruiken. Laat het apparaat niet neer of bewaar het niet op een plek waar het kan vallen of in een badkruip of waspak getrokken kan worden. Plaats het apparaat niet in water of een andere vloeistof. Pak het apparaat dat het in het water gevallen is ook niet op. Niet bij badkuipen, douches. Alleen door kinderen van 8 jaar en ouder. Nooit zonder toezicht achter. Je mag het apparaat niet gebruiken als je slaapt. Niet met een verlengsnoer. Nee. Oh jee. Ik moet eerst borstel met een gewone borstel. Dus ik ga mijn borstel straks gaan zoeken. Die plus en min knoppen zijn om de gewenste temperatuur te regelen.
Ah, en je kan wisselen tussen Celsius en Fahrenheit. Voor dik en krullend haar is de temperatuur op 230 graden het best. En je moet de borstel zo door het haar kammen. Dat is wel raar. Dat is zo. Niet zo. Als je maar gewoon een borstel zou doen. Die middelste zijn de keramische borstelharen. Dat is een draaibaar snoer. Oké, ik ga mijn haar eerst goed uitborstelen en dan ga ik dit proberen. Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn haar net mooi doorgekamd. Dus nu is het zo half nat, half droog. Alleen niet half nat, half droog. Bijna droog, maar als het echt droog is, is het een stuk volumieuzer. Ik heb mijn borstel slash steltang ook al in het stopcontact gestoken en nu staat er off op en nu ga ik die aanstoppen. Ik weet wel niet zo goed hoe ik hem moet neerleggen aanzien dat dit warm zal worden. En die haar waarschijnlijk ook dus. Maar we gaan hem aanleggen. Nu staat hij op 180 graden. Nee. Hij gaat naar 180 gaan. En hij is aan het aftellen. Zoals je kunt zien, of niet kunt zien, gaat dat redelijk vlug. Echt 47, 48, 52, 55, 67. Echt heel vlug. En er komt al een klein beetje rook uit of stoom. Ik hoop dat dat oké is. We zitten nu op iets 90 graden. 100. En voor mijn haar was een hittenode van 230. Dus we gaan hem straks nog vermeerderen, want nu staat hij op middelmatig haar. Op 117. 18. Hij zit op 230. We kunnen beginnen. Stopwatch bijna aan. We gaan beginnen. Dit is echt zo haar. Net het uw haar kan. Het is wel dunner, heb ik het gevoel. Oh, maar het zit nog een klet in. Dat is niet goed. Ik ga het zo proberen. Je ziet het nu ook al, echt zit echt haar in mijn borst. Zou ik dat niet gewoon zo kunnen kammen? Dat is toch veel natuurlijker. Kijk hoe dunner dat eigenlijk al is. Echt. Nee, maar man. Het is straks naar een hoop verbrand haar gaan krijgen. Ik ga nu die haren er niet van tussenuit halen. Kijk het verschil. Dit en dit. Het is raar om je haar te kammen met een super grote borstel. Kabel gaan. Ik ga even voortdoen en straks geef ik nu het eindresultaat van mijn batterijsplanen pas. Oké, dit is het resultaat. Wat vind ik van de stijlborstel? Super handig, echt. Super handig, oké.
mijn haar. Er zit nog golf in, zeker weten. Vannacht is het ook super moeilijk om te breken. Omdat je echt voor je goed plat wil, moet je eigenlijk erachteraan gaan. En bij die kleine plokken van achter is dat heel erg moeilijk. Maar ik ben wel best tevreden over het resultaat. Het mag nog voor mij iets sneller gaan opwarmen. Want in momenten ging het echt heel erg traag. En geen idee wat ik hier aan kan doen. Maar mijn borstel zit ook echt vol met haar. En ik ben blij dat dat geen brand heeft veroorzaakt. Maar ik ben eigenlijk echt wel tevreden over het resultaat. Even laten zien aan mijn familie. Vragen wat zij ervan vinden. Maar voor een kapsel dat ik in een stuk of 7-8 minuten heb gemaakt, ben ik eigenlijk best nog wel tevreden.